Hoi Sven, morgen natuurlijk de mannenwedstrijd. Wout van Aert is een van de grootste kanshebbers. Voelt hij dat zelf natuurlijk ook. Maar is een beetje rivaliteit tussen Mathieu en Wout of zijn ze ook gewoon vrienden? Goh, vrienden, dat gaan nooit de beste vrienden worden, denk ik. Nee. Dat kan ook niet op dat niveau. Maar ik denk dat ze respect hebben voor elkaar en elkaar wel appreciëren. En dat zijn nu eenmaal twee hele grote kampioenen en dat zullen ze ook morgen laten zien. Dus, Ja, ik vind Wout altijd een van de constantste renners. Hij is altijd goed, hij heeft nooit een slechte dag. Hoe komt het eigenlijk? Omdat hij in de eerste plaats ook op en top prof is, altijd hard werkt. Maar hij heeft ook wel de lichaamsbouw en de weerbaarheid om dat te kunnen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat iemand als Mathieu van der Poel dat niet heeft. Hè. Dat is ook iemand die wel het meest regelmatig is. Maar die dan wel vaak zijn dagen heeft waarin dat hij toch nog net iets meer kan. Ja. Dus daarin verschillen ze een beetje van elkaar. Maar daarnaast zijn er gewoon heel veel gelijkenissen en verschillen ze weinig van elkaar. Ja. De eerste winnaar is in ieder geval binnen van Thibaut Nijs. Mooie overwinning. 1-3, dus het is eigenlijk een heel mooi podium. Morgen hopelijk ook voor jullie een mooie strijd. We verwachten gewoon een mooie wedstrijd. In ieder geval bedankt voor het interview. Ja, dank u. Alsjeblieft.